Hallo, welkom bij deze live uitzending van Job On. Ik ben vandaag te gast in mijn virtuele studio en met mij is te gast Sanne van Paasen. Sanne van Paasen is onlangs bij ons ook te gast geweest als webinarspreker. En dat was echt een hele superleuke, enthousiaste, energieke webinar. En zodoende heb ik afgelopen periode contact met haar gehouden. En zij heeft iets heel moois gelanceerd. En dat zie je ook op haar achtergrond. Daar gaat ze daar vast iets meer over vertellen. Even over wie wij zijn. Wij zijn Stichting Job On. Wij zijn een landelijke vrijwilligersorganisatie voor werkzoekenden. Wij organiseren in heel Nederland bijeenkomsten, workshops, trainingen voor mensen die in between jobs zijn. Of voor mensen die vanuit hun baan weer een volgende stap willen maken. De afgelopen maanden hebben we heel veel online gedaan. Want het was natuurlijk vanwege COVID-19. Waren nogal strenge regels vanuit de RIVM. Nou, we zijn nu weer ook offline bezig. Deze zomer zijn we overal in Nederland wandelingen aan het organiseren. Netwerkwandelingen. Al onze event managers, dat zijn onze vrijwilligers die overal actief zijn, die organiseren al deze gave bijeenkomsten. En het is gewoon super fijn om actief te worden, letterlijk in beweging te komen deze zomermaanden. En niet thuis zitten af te wachten, maar gewoon in actie te komen. En dat past denk ik heel goed bij het verhaal van Sanne. Sanne, vanuit waar ben jij nu ingelogd? Nou, ik ben nu ingelogd vanuit Vlieren, dus dat is de place to be waar ik woon. En ik ben vanochtend al naar buiten geweest, vandaar dat ik hier ook al in mijn fietskleding sta. Ja, heel goed, want jij begint je ochtend volgens mij met een soort ochtendritueel, toch? Ja, dat sowieso, met een ochtendritueel. En vandaag was het helemaal wel vroeg, want ik had om 7 uur al een afspraak met een van mijn klanten. Dus alles was even iets naar vroeger en naar voren geschoven, maar ja, dat is wel fijn. Wel mooi om te zien, want ik volg jou op Instagram en dan zie je echt 's morgens vroeg gaan wandelen en fietsen. Ik lig dan soms nog in mijn bed en draai ik me nog een keer om. Maar het is wel tof dat sommige mensen zo'n ochtendritueel hebben en gewoon morgens om 6 uur of zelfs om 5 uur of sommigen om 7 uur de wekker zetten en de dag al laten beginnen. Ja. En dat is natuurlijk ook als je zoekend bent, denk ik best wel een goede tip van zet nou die wekker. Dus dat ja. Practice what you need. Ja, maar maakt het niet zozeer uit of je nou per se heel vroeg op moet staan. Maar ik geloof er juist in dat als je opstaat, dat het belangrijk is dat je eerst even tijd voor jezelf neemt. Dan dat je op die automatische piloot de dag start, je telefoon begint met scrollen. Dat je een vlucht met de kinderen, gehaast en dan je werk. En dan aan het einde van de dag denk heb ik tijd voor mezelf gehad? En ik denk juist, pak in die ochtend eerst tijd voor jezelf. Ja, en dan zie je dat je veel meer de regie over de dag hebt. Nou ja, en dat is waar ik echt heel erg in geloof. Nou, en deze dagstart, want dit zenden we nu live uit via onze verschillende social media kanalen. Dus mocht je nu live meekijken via LinkedIn, via Facebook, misschien via Twitter. Laat het even weten, want vinden we leuk als je dit ziet. En deel meteen jouw ochtendritueel. Of hoe blijf jij misschien actief in deze toch roerige tijd? Want door corona zaten veel mensen toch noodgedwongen thuis. Maar inmiddels zijn volgens mij alle remmen ook weer los. Iedereen gaat weer op uittrekken. Ik was gisteren rondje aan het fietsen, op mijn racefiets. Ik zag alle parken weer bomvol. En allerlei feestjes en barbecuepartijen en bootjes zaten weer vol. Dus iedereen neemt het er weer van. Dus iedereen kan weer de hort op. Dus laat even weten hoe jij actief wordt 's morgens. Dat vinden we leuk om te lezen. Sanne, om meteen met de deur in huis te vallen. Ik deel even een scherm. Even kijken hoe ik dat doe. Met een mooi screenshot. Ja? Management. Oh, dat wist ik ook niet, Pieter. Dankjewel, leuk. Yes, ik sta op nummer 1. Bestseller nummer 1. Ja. Vertel, wat heb je gedaan? Nou ja, wat ik heb gedaan, ik heb afgelopen periode een boek geschreven, ongeveer een half jaar geleden mee begonnen. En het boek Het Leven, dat was pas topsport, die staat dus nu op nummer 1. Je glunde het er helemaal van, dat is wel leuk om te zien. Ja, nou weet je, ik heb gisteren mijn taart van managementboek ontvangen. Het is de taart die je krijgt als je op nummer 1 staat. En dat is echt iets wel, toen ik aan het schrijven was, daar droom ik van. En als dat dan lukt... Nou ja, het is zo bijzonder en ik vind het ook gewoon zo tof om te zien welke reacties ik krijg over mijn boek. En nou ja, ik heb zelf een achtergrond in de topsport, daarom heet het boek ook zo. Ik heb ooit het wereldbekerklassement veldrijden gewonnen en destijds combineerde ik dat met mijn studie en ik had mijn eigen team. Ik hield al die ballen in de lucht, ben ook heel heftig geblesseerd geraakt en ik dacht dat ik destijds aan topsport deed... maar toen ging ik het dagelijks leven in, toen ik gestopt ben. En toen kwam ik er ineens achter van... Dat topsport stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Dagelijks leven, hè? Wat jij doet, wat de luisteraar doet of de kijker doet. Jij doet aan topsport. En van hoe kan je zakelijk succesvol zijn of op jouw manier winnen? Hè? Want dat is wat ik altijd zeg. Van, als jij je eigen spelregels bepaalt, win je altijd. Maar ja, wat zijn die spelregels dan? Hè? Maar
Hoe combineer je je werk met je gezin, met tijd voor jezelf, tijd om te sporten, een fit lichaam, naar je huishouden, nou ja, noem maar op. Hoe doe je dat? Nou, dat is topsport in mijn ogen. En je hebt dus als topsport ook dat boek geschreven. Eigenlijk was het denk ik wel een goede timing, want je bent net voor het hele corona begon daarmee gestart. En in corona lag het toch waarschijnlijk een beetje stil qua sprekers en snabbelcircuit. Dus het kwam mooi uit. Ja, mijn snabbels lagen inderdaad stil. Moet ik wel zeggen dat mijn coaching heel erg doorliep en juist meer aanvraag was. Omdat veel mensen toch zoiets hadden, ik moet wel ook aan mezelf blijven werken. Maar het was wel een goede timing, omdat ik echt wel in mijn eigen bubbel kon duiken. En ook de lancering van mijn boek goed kon voorbereiden. Dus wat dat betreft is het een voordeel geweest. Ja. Wat je vaak ziet bij sprekers is dat ze een boek schrijven, want dat is een van de regels, want dan ben je een autoriteit. En dan word je beter geboekt. Want ik ken een verhaal van Jos Burgers, die schrijft ook van die managementboeken. En staat volgens mij ook in de top 10 en top 100 heel vaak. En die zegt, ja, die boekjes, iedereen koopt ze, niemand leest ze. Maar het is het perfecte uithangbord van mij als spreker. Ik kan me voorstellen dat het misschien in stand eerst dan ook jouw insteek was. Maar ja, nu sta je in één keer op één. Dus nu ben je ook in één keer gerenommeerde auteur, blijkbaar. Ja, dat zegt ook iedereen. Nu ben je auteur, Sanne. Ik ben helemaal geen auteur, joh. Ik heb een boek geschreven, maar wil niet zeggen dat ik een auteur ben. Weet je, wat voor mij ook de motivatie is ik coach ondernemers, ambitieuze mensen die de lat hoog hebben liggen en nog succesvoller willen worden of al succesvol zijn en voelen van, ik sta op een kruispunt, hoe kan ik dit het beste doen? Ik zeg altijd, hoe kan ik zakelijk winnen zonder privé te verliezen? Daar help ik mensen mee. Maar ik heb maar 24 uur in een dag. En hoe kan ik nog meer mensen bereiken met mijn boodschap? Want ik zag dat zoveel klanten zo'n grote en snelle stappen zetten. Omdat ik mensen ook echt letterlijk en figuurlijk in beweging breng. Dus mijn coaching is altijd buiten. Toen dacht ik, hoe kan ik de impact groter maken? En ja, dat is door een boek. En ja, dat is ook wat ik zie wat er nu gebeurt. Weet je? Ik geloof dat heel veel mensen tot nog meer inzichten mogen komen hoe het makkelijker en moeitelozer kan. Nou ja, en dat wil ik met het boek bereiken. Dus dat is echt mijn missie daarmee. Waarom ga je letterlijk en figuurlijk mensen in beweging zetten? Is dat jouw unique selling point? Of is dat, waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, dat is wel echt wel wat mij uniek maakt. Althans, mijn werkwijze uniek maakt. Want weet je, het is waar ik heel erg in geloof. We kunnen gesprekken voeren en het is heel leuk dat wij nu zo samen een gesprek hebben. En ja, je ziet al, ik sta al. Dus ik geloof al dat er meer energie zit op het moment dat je ook echt staat. Maar ik zie dat het nog meer tot stand komt als je dus gaat bewegen. En het is heel mooi dat je dus een gesprek hebt, want vaak mensen zijn verlangen naar verandering. Die willen ook nieuwe gewoontes ontdekken, die willen een transitie doormaken. Nou ja, dan kan je wel stil op een stoel gaan zitten en samen eens over hebben hoe dat zou kunnen. Maar ik geloof erin, als je het ook letterlijk gaat voelen in je lichaam, en we zitten te veel in ons hoofd. En dat is vaak het probleem voor heel veel mensen. We beredeneren alles en we zitten te veel, zijn te veel na aan het denken. Je mag het letterlijk in je lichaam gaan voelen en een blokkade doorbreken. En nou, dat doe ik dus door mensen ook letterlijk mee naar buiten te nemen, te gaan wandelen, te fietsen, hardlopen. En met sporten voel je die verkramping. Ik haal mensen uit hun comfortzone. Je voelt die verkramping en ik help hoe ze dus er doorheen kunnen breken. Ja, en dat, als je dat met het sporten of met het bewegen voelt, kan je dat makkelijker naar het dagelijks leven gaan toepassen. En dat is gewoon heel vet. Maar ik vind dan wel verschil of je nou gaat wandelen, want dan ben je gewoon lekker aan het bewegen. Of dat je echt gaat zweten en grenzen verlegt. Op welk niveau zit je of is het allebei? Het is een combinatie van allebei. Weet je, ik stem natuurlijk heel erg op de klant af. En ik kom net van een sessie, komen we en hebben we gewoon lekker vanuit flow bewogen. Soms gaan we ook, weet je, soms doe ik ook bij mensen een blinddoek op en gaan we fietsen. Of ooit laat ik mensen heel erg afzien wat gebeurt er dan als jij heel erg in die verkramping komt. Dus het is per persoon anders. Iedereen is uniek. Dus er is geen one highway naar de succes. Dus het is altijd voor iedereen anders. Want bij Job On, wat ik al zei net, wij organiseren deze zomer allemaal netwerkwandelingen. Er zijn ook verhalen dat je linker hersenhelft en je rechter hersenhelft, de creativiteit en de ratio, geloof ik, dat combineert dan lekker. En als je dan wandelend in gesprek gaat, schijnt dat je een beter gesprek voert en dat je heel formeel tegenover elkaar zit aan de tafel. En toen ging ik googlen, of ging ik eigenlijk op LinkedIn kijken, en er zijn in Nederland, ik geloof wel, 20.000 wandelcoaches. 20.000? Dus ja, ik kreeg echt zoveel hits, echt ongelooflijk. Iedereen kan ze natuurlijk wandelcoach noemen, maar jij maakt er meer een soort sportcoach van, denk ik. Of een soort, met jouw fiets.
ik noem me niet echt als een sportcoach. Ik noem mezelf peak performance coach. Weet je, ik help winnaars, zeg ik altijd. Ja, en bewegen is gewoon een tool. Dus het is niet zo dat mensen die op zoek gaan naar wandelcoaching bij mij terechtkomen. Nee, ze komen bij mij terecht op het moment dat ze door een plafond heen willen breken. Een transitie door willen gaan. En vaak zie je wel dat mensen iets met sporten hebben, bewegen hebben. Die het gewoon anders willen doen dan anders. Dus dat is wat het is. Maar ik denk dat je het zelf ook wel merkt. Weet je, met sporten. Heb je momenten dat je echt in die flow zit. Maar je hebt momenten dat je in die verkramping zit. Toch? Tenminste, dat ligt eraan of ik gemiddeld 31 fiets of gemiddeld 29 fiets. Als ik 29 fiets, dan geniet ik prachtig van het uitzicht. Maar ga ik net 5 harder, draven dat ik een nieuw record zet. Dan zit de verkramping. En altijd denk ik achteraf, ja, wat is nou fijner? Eigenlijk is dat 29 per uur veel fijner. Maar toch denk ik, ja, goed. Ja, ik moet toch wel een beetje doorfietsen, anders sta ik voor lul op Strava. Ja, ja. Nee, maar dat is dus het stukje die mindset. Van hoe ga je daarmee om? En ik help mensen ook echt bewust rustiger te sporten. Want als je dat met sporten kan, ga je ook zeg maar, ontdekken hoe je dat nog meer in het dagelijks leven kan. En ik vind het echt, ik geloof heel erg in peak performance en niet in high performance. Ik zie altijd dat mensen altijd op de toppen van het kunnen willen presteren. Maar dat is... Dat kan niet. Weet je, we hebben die rust nodig. We hebben die ontspanning nodig om uiteindelijk te kunnen scoren. En net als met sporten. Hè? Als je altijd volle bak sport of altijd harder wilt. Ja, dan ben je echt afbreuk aan het doen van je conditie. En fysiek, maar ook mentaal. Je bent minder scherp op je werk als je dus altijd volle bak sport. En dat is ook het stukje wat ik met het boek wil delen. En wat ik ook echt altijd mensen mee help. Is om de transitie te maken van een amateursporter naar een topsporter. En een amateursporter die sport als een kip zonder kop, zonder plan en die gaat maar. En een topsporter heeft een plan, die plant bewust zijn rust in. Die weet hoe die die peak performance mindset kan activeren. Nou, en daar gaan we, dat is wat ik met mensen echt weer in wil triggeren. Van oké, hoe kan jij die topsport mindset in het dagelijks leven integreren? Daar gaan we zo meer over hebben. Even een time-outje, want er zijn mensen die nu net mee instromen. Ik ben in gesprek met Sanne van Paas. Sanne van Paas is, ze mag zichzelf nog geen auteur noemen, vindt ze. Maar ze heeft wel een boek geschreven. Leven, dat is wat topsport. Ze is ook trainer, coach, business coach en peak performance coach. En ze is als ex-topsporter. Is het niet eigenlijk begrip ex-topsporter? Zo heet dat wel gewoon, hè? Hoe zeg je dat? Of ben je nog... Ja, een beetje een gek begrip, want je blijft toch gewoon topsporter? Of vind je dat toch wel een goed begrip, ex-topsporter? Ik vind het eigenlijk wel... Ik ben niet altijd topsporter, ik ben gewoon mezelf. En sommige mensen zeggen ook nu met je boek, hè, dat hij dus nu opeens staat bij het managementboek. Ja, dat is ook gewoon topsport. Dan denk ik, nee, ik flow gewoon. Ik doe echt wat ik leuk vind en... Durf daar ook keuzes in te maken om echt te kiezen van dit vind ik leuk. Ik durf afscheid te nemen van wat mijn energie kost. En ik geloof dat de basis is om een peak performance neer te zetten. Dus... Ik vind het toch wel opvallend, die peak performance. Want ik heb ooit zo'n documentaire gezien. Ik weet niet precies hoe het heet. Volgens mij 0,001 milliseconden of zo. Dat ging over die zwemster. Ik dacht Naomi... In Nieuwskerk is dat. Oh, die gaat dus eindeloos in het zwembad, eindeloos maandjes trekken, 's morgens vroeg om 7 uur, 's avonds, uur in, uur uit, om 4 keer, 1 binnen 4 jaar bij de Olympische Spelen te hopen dat ze een plak wint. Ja. En die zit alleen maar bezig met peak performance. Maar haar hele leven is zeg maar ondergesneuveld, ondergedompeld, verkloot, om alleen maar op dat moment te scoren. Want ik kan me niet voorstellen dat je in een flow staat als je 's morgens om 6 uur weer 100 baantjes trekt. Maar jij gaat er ook voor die tactiek dus. Nou, het is wel mooi dat je dit voorbeeld aanraakt. Want ik heb een aantal topsporters geïnterviewd, of ex-topsporters geïnterviewd, waaronder Femke Heemskerk. In die documentaire die jij dus benoemt, daar komt naar voren dat zij voelde aan haar lichaam dat ze vermoeid was. Maar dat ze maar door bleef gaan, omdat haar trainer zei, dat heb jij nodig om te scoren. Haar lichaam gaf aan van, ja, maar ik ben vermoeid, werkt niet voor mij. En uiteindelijk was de conclusie van die documentaire dat zij in Rio de Janeiro vermoeid aan de start stond. En dat ze inderdaad 4 jaar lang er naartoe heeft geleefd. Ze voelde ergens, ik ben vermoeid, ik moet rust nemen. Maar haar werd verteld, oké, je moet door blijven gaan. En toen stond ze dus daar vermoeid aan de start. En hier ben ik met haar ook over het gesprek aangegaan. En dat is ook het stuk wat ik dus zeker in mijn boek meeneem.
is die topsportmentaliteit voor altijd doorgaan, het doel voor ogen hebben. Dat is helemaal top. Dat had Femke ook. Maar ook dat je dat mag combineren met het luisteren naar je lichaam. Dus Femke, die voelde destijds aan van, ik ben vermoeid, ik heb klachten. Maar haar werd gezegd, je moet doorgaan, want dat heb jij nodig. En dat is het punt, ook wat ik net zei, we zitten te veel in ons hoofd. Dat zie ik in het dagelijks leven ook. Dat we heel vaak een bepaald stramien leven, omdat het zo hoort, omdat andere mensen dat doen, omdat verwacht wordt vanuit je hoofd. Maar je voelt ergens, dat is niet mijn weg, of dit past niet bij mij. En dit is wat ik zelf ook heb ervaren. Dus die twee combineer ik samen. Topsportmentaliteit, luisteren naar je lichaam. En dat integreer ik, zodat je dus peak performance kan leveren, maar dat je niet opgebrand bent. Zodat je gaat winnen zonder te verliezen. En Femke die wilde winnen, maar ze heeft verloren. Herken je dat? Wel grappig. Nou, ik ben te ver van topsporter. Nee, maar ik ga topsport, Pieter. ik probeer meer in die high performance te zitten in plaats van peak performance, denk ik. Maar dat is wel een grappige discussie. Van, ga je voor high of ga je voor peak? Wil je continu scoren of wil je af en toe met ups en downs dat doen? Ja. En jij zegt natuurlijk, ja, peak is beter, passender voor jou. Nee, ik denk dat voor iedereen passender is. Ook voor jou. Want high performance kan gewoon niet. Je kan niet altijd op die top zijn. We hebben rust nodig. We hebben de ontspanning nodig. Alleen het is een andere mindset shift. Op het moment dat je voor peak performance gaat, dan geef je jezelf die toestemming om een stapje terug te doen. Dan geef je ook die toestemming als je dus niet, en nu voor de kijkers, als je een baan zoekt of in between jobs zit, om even die rust te pakken en ervan te genieten. Maar vaak voelen we ons schuldig, willen we doorgaan. Maar dit is ook juist een kans. Dus dat is de mindset shift. Ik denk namelijk dat het resultaat, als jij streeft naar peak performance, dat die vele malen hoger is van high performance. Want een topsporter kan nooit altijd op de toppen van de kunnen leven en presteren. Want de topsporter die piekt naar bepaalde wedstrijden toe. En dat is in het dagelijks leven ook. Want wij vragen ook veel om van onszelf. Dus je kan nooit heel het jaar scherp zijn, Pieter. Ik vind het wel mooi dat je inderdaad die vergelijking trekt naar ook sollicitanten en in-between jobbers. Soms zie je mensen die zijn echt 40, 50 per week bezig met solliciteren, met vacatures zoeken. En ik zeg dan, klap af en toe die laptop dicht, ga lekker naar buiten. Ga gewoon eens een keer een middagje gewoon lekker in het bos wandelen. Ik ben ook benieuwd hoe mensen die nu meekijken, hoe die dat doen. Hoe ga je af en toe even uitschakelen en wat doe je nou ter ontspanning? Dus mocht je daar ideeën voor hebben, laat het even weten als reactie, want dan kunnen wij dat weer meenemen. Zo kunnen we wat interactie zoeken tijdens deze video. Want af en toe pauze is ook inderdaad heel goed, Sanne. Ja, maar ik geloof ook, ik heb zelf een tijdje in recruitment gewerkt. Nadat ik gestopt ben, wist ik al, na mijn sportcarrière wist ik dat ik dit al wilde gaan doen, maar ik dacht, ik wil werkervaring hebben. Ik wil weten hoe het bedrijfsleven werkt, want ik wil ondernemers, ambitieuze mensen helpen, dus ik wil weten hoe dat loopt. Dus ik heb een tijdje recruitment gedaan en ik voelde meteen aan mijn sollicitant of die hoog in energie zat. Als iemand hoog in energie zat en lekker in zijn vel zat, dan maakte die kans op die baan. Maar op het moment dat diegene laag in energie was, gefrustreerd, baalde, dan prik je meteen doorheen. En of je mentaal lekker in de wedstrijd zit, dat is juist superbelangrijk dat je ook die rust neemt, geniet, die ruimte geeft, jezelf die tijd gunt. En dat is zo belangrijk met wat je ook wilt doen. En ook als je dus, voor jou ook Pieter, weet, we moeten gewoon goed voor ons eigen energieniveau zorgen en daar de regie over pakken. Ik zie ondertussen dat iemand aan het hardlopen is, maar iemand zegt ook in de reactie, ja, ik vind het wel moeilijk ook om te genieten als in-between jobber, want sommige mensen voelen toch een soort schaamte, een soort druk, van, ja, ik moet presteren, en ik moet, à la Femke Heemwerk misschien. Wat zou je die mensen aanraden die nu meekijken, die dus niet in die flow zitten, of in ieder geval te veel druk voelen om te durven genieten eigenlijk? Ja, dat is ook wel een stuk wat ik in mijn boek meedeel. We zijn heel vaak gefocust op dat resultaatdoel. Dus we streven naar dat ene resultaat wat we graag willen realiseren. En ik wil mensen uitdagen dat ze juist van enjoy the ride. Dus geniet van het proces. Dus die procesdoelen, dat je die helder hebt. Je kan dus iedere dag balen dat je nog niet die baan hebt gevonden. Maar je kan ook bijvoorbeeld juist genieten dat je wel een mooie brief hebt geschreven of
nu naar dit inspirerende gesprek zit te kijken, waar je weer inspiratie uit haalt. Dus dat zou je dus van kunnen genieten en trots op jezelf kunnen zijn. Of dat je zelf ook de tijd gunt om even naar buiten te gaan om die batterij op te laden, zodat je op scherp kan schieten. Want we moeten helder zijn in ons hoofd. En die body-mind connectie, die is super belangrijk. En daar wil ik mensen dus echt gewoon voor uitdagen. Ga eerst zorgen dat je lekker in je vel zit. En als jij lekker in je vel zit, dan kan je die ander, dan hoef je die ander niet te overtuigen. Want dan laat je gewoon zien dat jij degene bent voor die ene baan. En dat is heel erg belangrijk. En dat is echt een mindset shift. Want als jij gefrustreerd gaat, dan voelt die ander in energie. En toen jij recruiter was, wat deed jij toen met die mensen waarvan jij zag, die zitten niet goed in de flow of niet goed in de energie? Dat zei ik. En dat is ook de reden waarom ik destijds ben gestopt. Dat ik meer merkte van dat ik op die coachingstoel ging zitten. Dus dan stelde ik een paar vragen. Want ik wilde natuurlijk. Ik voelde dat al als ze binnenkwamen. En dat is dan even. Soms moest ik dat wel even voor mezelf denken. Oké, is het een gevoel? Klopt het? Dus ik ging vragen stellen. En dan merk je wel dat ze een beetje in die verkramping zaten. En dan ging ik gewoon heel eerlijk zijn. Ik zei, sorry, ik zie je komt nu binnen. Ik merk dat je baalt van je situatie. Weet je, jouw cv, supermooi, maar als jij, zeg maar qua energie en dat je merkt en je ziet mensen niet stralen, ja, dat zie je, weet je, dat heb je nodig. Je wil mensen hebben die gewoon stralen en ergens zin in hebben. Nou, dat ging echt gewoon eerst aan van, ga daar eerst aan werken, ga doen wat je leuk vindt. En sta jezelf op toe om die dingen te gaan doen die je leuk vindt. En dat is, ja, ik geloof er heel erg in, van als je je eigen energie volgt en gaat doen wat je leuk vindt, je ziet wat er bij mij nu gebeurt. Ik straal als ik hierover praat. Dat merk ik correct, heel blij van. Dat kan je bij jouzelf ook gaan creëren. En als je dat hebt gevonden, hoe je dat kan gaan doen, ja, dan komt die baan. Daar hoef je je geen zorgen meer over te maken. Die komt vanzelf. Hoe kwam dat? Want laatst heb je een webinar gedaan via JobOn. Toen heb je uiteraard een gast spreken. Toen heb je volgens mij een verhaal van misschien wel 1,5 uur of zo gedaan. En ik geloof dat er wel 50, 60, misschien wel 70 kijkers waren. Kan je nog herinneren hoe dat was? Heb je dat er nog voor je? Of is het alweer te lang geleden dat je natuurlijk vol met je boek hebt? Ja, maar dat, weet je, ik vind het gewoon zo leuk. En er werden ook vragen gesteld. En ik vind het gewoon eigenlijk, en dat krijg ik terug vanuit het boek, maar dat is ook wel hoe ik werk. Ik ben super praktisch en toepasbaar. En ik kijk niet zozeer naar het verleden van, oké, waarom heb je nu geen baan? Of, welke patronen zijn er? Of wat is er in het verleden gebeurd wat jou blokkeert? Of welke trauma's heb je? Maakt allemaal niet uit, weet je. We gaan vooruitkijken. Van oké, je staat nu hier. Je hebt een bepaalde ambitie er ergens naartoe. Hoe kan je daar kan komen? En hoe kan je dat op jouw manier doen? Want ja, er is geen one size fits all. Maar ik wil mensen uitdagen om het op zijn of haar manier te doen. En als ik boeken nu signeer, dan staat er altijd in, doe maar bijzonder. Ik wil echt mensen uitdagen hun eigen pad, hun eigen koers te volgen en te bepalen. Ja, en daar zijn we tijdens dat webinar mee aan de slag gegaan. En heb je bij het webinar ook de stappen doorlopen die ook in jouw boeken zijn doorlopen? Of had je daar een andere opbouw gemaakt? Nee, de stappen heb ik daar ook in doorlopen die door mijn boek zijn. Dat ze ook werkten voor de doelgroep werkzoekende specifiek. Ja, maar deze stappen die werken eigenlijk voor beide, weet je wel. Ik geloof erin dat als je die doorloopt en vooral ook die rust in gaat plannen en ook gewoon gaat kijken hoe jij voor jouw eigen energie kan zorgen. En een topsporter is daar heel goed in, hè. Die zorgt gewoon heel goed voor zijn eigen energieniveau. En ook de fout die Femke, die ik zelf ook heb gemaakt, te veel vanuit ons hoofd te werken. In die zin van dat iemand anders iets zegt. Zo moet je het doen. Weet je, neem niks klakkeloos van iemand anders aan. Stel je altijd de vraag, hoe werkt het voor mij? Dus met wat ik vandaag hier ook met jullie deel, hoe werkt het voor jou? Wat gaat voor jou werken? En dat is super belangrijk. Je hebt het heel erg over energie, dus dat is wel een bepaald thema wat in het boek zit. Dan moet je ook denken aan een andere, nou niet topsporter, maar aan Mark Lammers met het boek Flow. Ja. Ik hoop dat je dat ook gelezen hebt, want er zit ook wel wat raakvlak in, want die zit ook heel erg van, hoe kan je nou in een bepaalde energiebalans zitten? En die had een heel mooi voorbeeld. Ik heb het boek weer lang geleden gelezen. Ik weet het bijvoorbeeld niet precies, maar misschien ken jij het. Dat zij zaten geloof ik voor de halve finale. En maar trainen. Op een gegeven moment zei een van zijn assistenten van, jongens, laten we gewoon een avondje lekker gaan barbecue met het hele team. Even ontspannen. Want de dames zijn goed genoeg getraind dat het echt is om nu weer nog een keer te gaan trainen. Ja. En Mark Lammers, de coach, vond het toen heel lastig. Want die wilde trainen.
Maar uiteindelijk heeft hij wel ervaren, het was heel goed voor de groep om in de flow te blijven door gewoon een avondje te ontspannen. Ja. Dat vond ik wel een mooie tip uit het boek. Ja, maar dat is het, hè. Weet je wel, we zijn allemaal bezig met het resultaat. En nou, dat gaat bij mij dus ook in het boek over. Het is ook heel belangrijk dat je even rust neemt om te ontspannen. En dat is soms ook lastig. Weet je, om die toestemming te geven. En nou, dat heeft ook met de werking van ons brein te maken. Dat je dus, zeg maar, niet naar jouw emotionele brein gaat luisteren. Nou, dat is allemaal theoretisch wat er ook uitgelegd wordt. Maar het is superbelangrijk dat je jezelf dat toestemming staat. Waardoor je dus ook misschien, hè, ga lekker inderdaad een keer barbecuen, dit voorbeeld. Dan heb je meer verbinding met je vrienden, je familie. Maar ook verbinding met jezelf, weet je wel. Dat je gewoon niet alleen in je hoofd zit. Ik moet. Nee, gewoon lekker, weet je, leef. Er zijn zoveel mooie dingen in het leven. En ook al is er een bepaald facet, misschien work-wise, waar je anders naar verlangt. Maar er zijn andere dingen waar je juist wel van kan genieten. Nu wel nieuwsgierig naar die stappen in je boek. Dus denk ik te kort om alle stappen te benoemen. Maar zou je dus 1 of 2 kunnen benoemen hier heel kort? Dat we even een beeld hebben van welke stappen hebben we nu? Ik heb mijn staanbureau staat op mijn boeken. Dus ik heb even een boek gepakt. En in mijn boek gebruik ik als het ware de stappenplan. Nou ja, het wordt meer als een berg gezien. Ik weet niet of je het goed ziet, want het is hier donker bij mij. Maar je ziet een soort Maslow-pyramide, maar dan anders. Ja, het is gewoon, het is een berg in mijn ogen. Ik gebruik een berg als metafoor. En we zijn allemaal onderweg om ons eigen top van de berg te beklimmen. En die top, hè, zei ik straks al, als je je eigen spelregels bepaalt, win je altijd. Maar wat is die top van jouw berg, weet je? Nou ja, en om daar te komen, beginnen we heel vaak met dat laatste puntje zijn we heel vaak bezig. Hè? Dat we die ene baan zoeken. Of dat we die nieuwe job, of we willen wel misschien dat eigen bedrijf starten. We zijn met dat pika zijn we al bezig. Maar eigenlijk die basis vergeten we heel vaak aan het begin. En nou ja, dat zijn we net al even over genoemd. Een van de eerste stappen is hoe je fysiek en mentaal, ook mentaal, kan energie tanken. Vervolgens gaan we je koers bepalen. Van oké, welke koers? Wat is jouw koers nu echt? Dan gaan we ook van oké, hoe kan je op de juiste manier in beweging komen? Hoe overwin je je mindfucks, die stemmetjes in je hoofd, die toch zeggen, je moet hard werken, je moet presteren. Dan gaan we aan de slag, hoe word je wereldkampioen in focus? Hoe zorg je voor die peak performance mindset? Nou, om dat doel te realiseren. Dan gaan we die afdaling in. Dus hoe kan je ook genieten van die afdaling? Enjoy the ride. En hoe kan je dan keer op keer winnen? Dat is de laatste stap. Dus dat is eigenlijk van oké, hoe kan je ervoor zorgen dat je dus daar komt? En ook het stukje wordt in mijn boek meegenomen van, en misschien herken je dat wel, misschien herkennen ook de kijkers dat nu wel. Het kan namelijk zijn dat als jij, net als mij vroeger, ik dacht dat ik wereldkampioen wilde worden. Ik heb de wereldbeker gewonnen, veldrijden, maar ik wilde ook wereldkampioen worden. Maar gaandeweg mijn carrière, sportcarrière, kwam ik erachter. Volgens mij heb ik een andere missie in het leven. Volgens mij hoef ik niet per se wereldkampioen te worden. Maar dat voelde ik ook wel een soort van schuldig. Ik dacht van ja, maar ik heb altijd gezegd, dat wil ik worden. Ik heb mijn team eromheen gebouwd. Dat is mijn droom. Maar in één keer wilde ik een andere koers gaan rijden. En dat is het punt waar we heel vaak achterkomen. Of dat je ooit een studie hebt gedaan en je wilde vroeger accountant worden. Nu ben je 10 jaar, 15 jaar accountant. En nu merk je, jeetje, het is wel een beetje sleur. En eigenlijk wil je een carrière switch maken. Maar ja, dan denk je, ja, maar hoe dan? En hoe kan ik dat realiseren? Wat zullen al die andere mensen wel niet denken? Dus je komt gaandeweg achter dat je ooit dacht dat het een droom was. Maar ja, nu gaan we linksaf. Want nu wil ik ergens anders heen, maar hoe ga ik dat realiseren? En dat wordt ook in het boek meegenomen, hoe je daarmee om kan gaan. Wel goed dat je die metafoor vergelijkt, ook naar een accountant of iets. Want op een gegeven moment heb je dan je doelen bereikt, is dat het dan? Ja. Tot eigenlijk bleef het je hangen over die peak performance. Maar misschien ben ik heel eigenwijs. Ik denk dat als ik een berg zie, en over 2 weken ben ik weer de pineut. Want ik heb een huisje geboekt in Zuid-Frankrijk aan de voet van de Mont Ventoux. Ja. En dan ga je die berg op fietsen en gewoon de hele berg op is het gewoon afzien. Totdat je er bent en dan denk je, oh, ik heb het gedaan. Ja. Die rit naar boven is echt niet genieten. Dan zit je echt niet in de flow. Voel je in een ritme komen en zo. Maar het is echt afzien. Om op het ene moment te pieken en het doel te hebben. En jij zegt, nee, probeer nou gewoon de hele weg te genieten.
Ja. En, maar dat is natuurlijk, hè, want dat is het stukje wat ik train. Jij kan ook een tandje rusken die berg oprijden. Ja, dat geniet je. Dat klopt. Dus, en dat is waarschijnlijk dus ook jouw uitdaging om in het dagelijks leven ook af en toe een tandje rustiger te doen. En het is niet erg om af en toe volle bak de klim op te rijden. Maar stel je voor dat je daar een week bent en je gaat iedere berg volle bak op. Dan weet je zeker dat je die laatste dag of die ene laatste dag merkt van jeetje, ik kom echt niet meer vooruit. Maar wil je dus zeg maar heel de week energie hebben om die bergen goed op te rijden, dan weet je als jij een tandje terugschakelt, dat je veel relaxter die berg op gaat. En een stukje over peak performance, bovenop die berg geniet je, dan sta je even stil, eet je wat, en in die afdaling, wat doe je dan? Dan denk je, yes, tjaka, ik heb het gedaan, dit is even uitrollen. Ja, dus dan geniet je, neem je ook de rust, denk je bij, hoef je even niet te trappen. En dat is ook wat ik iedereen wil uitdagen om in het dagelijks leven te doen. En bovenop die berg, je staat daar op die mond toe, dan kijk je om je heen. En dan denk je, oh, die andere berg wil ik ook nog opklimmen en daar wil ik ook nog heen. Oh, en ik wil die mond toe van die andere kant omhoog. Dus je staat bovenop die berg, ga je andere doelen bepalen, ga je weer andere routes uitzetten. En om dat te doen, moet je altijd eerst naar beneden. En dat is eigenlijk misschien al de boodschap die we eigenlijk moeten meegeven aan alle mensen die in between jobs zijn. Ga niet alleen voor het einddoel, die baan, maar geniet ook van de weg ernaartoe. Dat zegt ook Hans Ott hier, als mooie reactie. En ja, het is natuurlijk een gekke tijd. Als je geen baan hebt, is het natuurlijk nooit leuk, want je wilt er van waarde zijn voor de maatschappij. Maar probeer dan voor de time being vrijwilligerswerk te doen, je in te zetten, lekker te bewegen, vrienden te helpen, een keer te klussen. Ga je keuken schilderen, ga met je kinderen op pad, doe gewoon leuke dingen. En ontdek misschien met allerlei leuke netwerken gesprekken wat jouw toekomst gaat brengen. En zorg ook dat je van die tussenstapjes dus een beetje geniet. Volgens mij is dat een beetje wat hier doorheen sijpelt als les misschien. Ja, zeker weten. Hè? Want, en wat ook heel erg kan helpen, kijk, je droomt ergens van. En je hebt wel een bepaalde droombaan of zo. En stel jezelf de vraag, ik wil daar graag komen, maar wat heb ik nodig om daar te komen? Hoe kan ik mezelf nog ontwikkelen? En voor veel van ons, want wij zitten heel vaak in, dat hoor ik bij jou altijd zeggen, ja, maar ik wil elke keer scoren, ik wil elke keer hard gaan. Dan is het al juist een ontwikkelstap voor je persoonlijke ontwikkeling, om nu juist vandaag misschien gewoon te gaan wandelen, ook al regent het. Of weet je, om even die rust te nemen. Dus ga eens kijken welke skills je kan ontwikkelen op een andere manier. En dat is wel super waardevol. En ik denk ook het genieten van die reis, maar ook dat je zelf toestemming mag nemen. Want nu zitten heel veel mensen dus, als je op zoek bent naar die baan, in die afdaling, dat je van die afdaling gewoon mag genieten. En dat tijd is om weer op scherp te schieten van wat wil ik nu echt? En dat het juist een kans is. Helemaal mee. Ik zie ook een reactie van Mirjam Rosema. Ze zegt, genieten van een proces vraagt iets van je mindset. Je geniet dan nog meer van het resultaat. Dus dat vind ik wel een mooie boodschap. Ja, dat is zeker. Misschien is dat een mooie boodschap om langzaam richting afronding van dit gesprek te gaan. Wij zijn in gesprek geweest met Sanne van Paasen. Auteur, trainer, coach, peak performance coach. En onlangs was ook gastspreker bij JobOn. En ze heeft net een boek geschreven. Ik zal het 1 keer even in beeld laten zien. Even een mini reclame momentje. Hoort er gewoon bij, hè? Ja, race naar mijn boek. En leven, dat wordt topsport. Het boek is net de vorige week uitgebracht. En je had het ook op een hele leuke manier gelanceerd, geloof ik. Hè? Je hebt het wel op een unieke manier in de markt gezet. Ja, nou ja, ik zat natuurlijk door de huidige periode dat ik dacht van ja, ik wil eigenlijk een heel grote boeklancering. Maar ja, werd een beetje goed in het eten gegooid, althans met mijn planning. Ik heb uiteindelijk 4 juli had ik gewoon als datum gepland. Dan wordt mijn boeklancering, ik heb mensen uitgenodigd. En ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik ging doen. En toen dacht ik, hoe kan ik dit dus nu leuk maken? Nou, en toen heb ik het dus leuk gemaakt door mensen, letterlijk de gasten die kwamen, een hindernisbaan te laten afleggen. Want ik dacht, hoe tof is het? Het is het allertofste als je een boek kan beleven. Dus ze zijn die hindernisbaan afgegaan. En dat is metafoor als dagelijks leven. Weet je, soms hebben we obstakels die we mogen overwinnen. En wat doe je als er in één keer iets onverwachts gebeurt? Dus mensen moesten bij mij in één keer... ze kwamen in de bossen aan. Ze hadden geen adres doorgekregen. Ze hadden een straatnaam doorgekregen. Daar moet je parkeren. Kwamen ze in de bossen en moesten ze in één keer het water oversteken over een balk met de blote voeten door het water. Nou ja, en mensen, nee, dat ga ik niet doen. Dat kan toch helemaal niet? Weet je, allemaal mindfucks.
Nou ja, en dat is dan een stukje, hoe overwin je dat? Nou ja, en dat, hè, mensen moesten ook over een, met een touw over een sloot zwieren. Nou, daar geloof ik ook in. Je moet meer door het leven zwieren. Weet je wel, soms zit het mee, soms zit het tegen. Hoe ga jij daarmee om? Nou, en dat heb ik mensen laten ervaren. Dat was zo geweldig. Daar heb je denk ik een hele hoop leuke reacties op gekregen ook. Heb ik een hele mooie reacties. Oh, en ik zie nog nu nog een vraag van Ria voorbij komen. Is de zoektocht naar werk niet eigenlijk de berg op? Klopt, Ria, maar dat is een combinatie. Ligt eraan in welke fase je zit in mijn ogen. Zit je vol energie? Mag je, dan is het inderdaad de berg op. Maar op het moment dat je merkt van ik baal, gefrustreerd. Dan is het ook even belangrijk dat je juist die rust neemt. Dus het is allerbelangrijkste is dat je die vanuit die rust, ontspannenheid, met een focus naar dat doel toe gaat. Maar dat je het niet vanuit dat harde werken doet. Nee, stapje voor stapje. Dus heb dat proces helder. Van wat wil je? En dan stel vervolgens procesdoelen. Hoe kan ik daar komen? Dus ga ik mijn netwerk, hoe ga ik mijn netwerk uitbreiden? Welke skills kan ik nog verbeteren? Of wat heb ik te verbeteren? Dan ga je ook nog naar van, waar ga ik mijn vacatures vinden? Nou, en dat je iedere dag iets doet. In plaats van in één keer de hele dag heel het internet afstruimt. Maar dat je met een plan doelgericht er naartoe gaat werken. Dat is mijn boodschap. Hier is al nog één leuke reactie. En daarna wil ik nog twee slotvragen stellen. En dan gaan we het afronden. Ik zal hem even voorlezen. Wat een leuke presentatie. Heel grappig. Met fietsen in de bergen voelt het juist als klimmen, het genieten. Want je voelt je lijf draaien. En je longen en je spieren doen een beetje pijn. Maar je kunt het. Het afdalen vind ik meestal best eng. Om de remmen los te laten. Kijk, zo heeft iedereen natuurlijk zijn eigen metafoor bij de berg. Ja, maar dat vind ik ook mooi wat er nu dus gebeurt. En dat is ook wel de reden waarom ik dus altijd mensen coach met het sporten en met het bewegen op de fiets vaak. Dit is voor iedereen anders. En nou, we kunnen zijn of haar naam nu niet zien. Maar waarschijnlijk heeft deze persoon ook andere uitdagingen als bijvoorbeeld Pieter heeft. Tenminste, ik ben nu eens even aanname dat Pieter heel vlot naar beneden afdaalt. Maar ja, dat zie je dus dat iedereen andere blokkades heeft. En die kan je vanuit sport, als je die blokkades aandurft te kijken. Bijvoorbeeld ook als je met sporten dus gaat trainen van hoe kan je nog soepeler afdalen. Dan ben je waarschijnlijk ook in staat om in het dagelijks leven makkelijker je angsten te overwinnen. Om uit je comfortzone te komen. Heel mooi. Ja, heel mooi. Heel mooi dat mensen kunnen zich daarbij iets inleven. Dus ja. Ik denk dat sporten en wandelen en bewegen heel handig is om dat te combineren met coaching. Dus dat doe je hartstikke goed. Tot slot, jij geeft altijd aan, ja, ik heb altijd een heel praktische insteek. Voor de mensen die nu kijken, wat zou jij hun aanraden op bijvoorbeeld van een aanstaande maandag? Het is natuurlijk een beetje een gekke zomerperiode, maar mensen die niet op vakantie gaan, die gewoon op zoek zijn naar een volgende stap. Wat zou je hun nu als eerste aanraden, behalve dan natuurlijk naar managementboek.nl jouw boek kopen. Maar als concrete tip van wat kunnen ze nou anders gaan doen vanaf maandag? Nou ja, wat ze sowieso, maar niet vanaf maandag, vanaf morgen beginnen met koud douchen. Dat is al een mentale training, koud douchen. Dan pak je 's ochtends de regie. Koud zorgt voor sowieso een energieboost. Maar het is ook een mentale training. Dus dat zou ik sowieso mee starten. En waar ik eigenlijk iedereen voor uitdaag, is om een roadmap te maken. Vooral als werkzoekende, dat je voor jezelf eens helder hebt. Oké, wat wil ik echt? En pak je een groot pen en papier. Ik ga even kijken of ik hem zo nog erbij kan pakken. Maar dan pak je pen en papier, een groot A4'tje pak je. Aan de rechterkant schrijf je op van, oké, wat wil ik eigenlijk realiseren? Wat is je droombaan? Hoe ziet je werk eruit? En dan ga je allemaal lijntjes er naartoe zetten. Dus echt een roadmap maken. Hoe ga je die realiseren? En daar heb je verschillende stappen voor. En dit helpt je, als je een roadmap maakt, helpt je echt om, om helder te krijgen hoe je dus kan genieten van die reis. En wat die reis gaat zijn. Dus de processen doen gaan helder. Staat in mijn boek. Je kan ook op mijn website heb ik een download staan. Waar je dit dus kan downloaden. Je roadmap, hoe je die kan maken. Dus ik zou daarmee beginnen. Als je de energieboost checklist downloadt. Misschien kan je die link even in de reactie onderschrijven. Dat mensen dat... Dat kan straks op LinkedIn. Dus hoef nou niet meteen, maar dan kan je straks na afloop even delen. En dan kunnen mensen dat downloaden. En ja. Volgens mij heb je die opdracht ook gedaan tijdens dat webinar vanuit JobOn. Ja. Volgens mij was dat een hele leuke opdracht. En de koud douchen vind ik wel mooi. Ik heb zelf afgelopen maandag ook een serie postje gedaan. Maar ik ben er weer mee gestopt.
Want ik was in februari of maart ben ik naar Lapland geweest voor de Wim Hof Experience. Oh ja, cool. Om dus echt koud te douchen. En ik was nog niet helemaal overtuigd, maar toch hoor ik wel heel veel mensen, als je het gewoon consequent volhoudt, dat schijnt toch een soort opkikker te zijn elke dag. Dus ik ga hem weer oppakken en ik ga dat vanaf morgen wel weer eens goed proberen. Dus ik ga ermee aan de slag. Ja. Goeie tip. Ja, ja, en dat is echt gewoon belangrijk. Weet je, ik noem het ook wel eens de resetroutine, maar je in de ochtend echt gewoon tijd voor jezelf neemt. Super waardevol. Ja. Oké, en allerlaatste vraag voordat we afronden. Wij hebben vaak dit soort gesprekken via LinkedIn en via Facebook. En we vinden het altijd leuk om gasten uit te nodigen. Ik heb deze vraag niet voorbereid met je, dus ik overval je misschien een beetje. Wij vinden het leuk om een stokje weer door te geven aan een andere spreker. Heb jij iemand waarvan je zegt, hey, die zit in mijn netwerk, of die zou je eens moeten benaderen, dat is zeker een hele energieke, leuke spreker. Misschien een oud andere topsporter, of misschien iemand via je managementboeknetwerk, of weet ik het, een collega. Hoeveel wil je er hebben? Zei je? Ik zei, hoeveel wil je er hebben? Eentje die je nu binnen denkt van, nou, die gaat zeker ja zeggen als jij hem of haar vraagt. Nou ja, sowieso. Ik heb er 4, dat is wel heel erg. Die meteen bij mij opkomen. Edwin de Wolf, hij is van kampioen op 1B. Is een militair die in Srebrenica zijn been is verloren. Super inspirerend verhaal. Hoe hij, ik hoor het gewoon heel inspirerend verhaal. Siert Nutma, die spreekt heel veel over werkdruk bestaat niet. Is ook een oud militair, super waardevolle spreker. Lieke Bezema heet ze volgens mij. Zij is van het boek Werkgeluk. Ken je haar? Ik ken haar niet, maar werkgeluk is wel een mooi thema wat ook zeker bij ons past. Dus, ja, die past, die is ook echt, Siert en Lieke zit al bij een soort werkgeluk. En dan als laatste Floris Woutersson van het boek Superslapen. Over hoe je je sleep performance kan verbeteren. Super waar. Dat is ook een mooi thema. Hè? Dat je met meer beter slapen, betere rust ook weer meer kan pieken. Ja. 4 mooie namen. Ik heb huiswerk. Ik ga deze personen vragen. En er zijn vast de 2 of 3 die zeggen, nou, ik vind het leuk om een stokje van Sanne over te nemen. Sanne, we hebben de afgelopen 42 minuten met elkaar gesproken, onder andere over jouw boek, over jouw ervaring bij JobOn en over de tips die jij meegeeft voor werkzoekenden. Je hebt een mooie metafoor gebruikt als berg die je op kan fietsen. En dat je moet genieten van de route ernaartoe. En ook af en toe pauze moet nemen en tijd voor jezelf moet nemen. Volgens mij zijn dat hele mooie tips. Dank je wel daarvoor. Mensen, bedankt voor het kijken. Mocht je nog vragen hebben, stel ze hieronder in de reactie. Dat kan via LinkedIn, dat kan via Facebook. En dan zullen wij kijken of wij nog wat tips kunnen delen. Dank je wel allemaal. Ik ga straks de comments in. Dus op het moment dat je nog een vraag hebt, let me know. En ik zal nog even die download link delen. En voeg me gewoon even toe op LinkedIn. Vind ik super leuk om even te connecten. Of Facebook of YouTube. Boeiend. Weet me te vinden. En Instagram natuurlijk, ook niet onbelangrijk. Ja, nou dankjewel in ieder geval. Dankjewel voor het kijken. Leuk dat jullie erbij zijn. Waren.